Hi guys, welcome back to my channel. Ik heb vandaag een video voor jullie waarin ik ga laten zien hoe ik deze look heb gecreëerd. Dus laten we direct beginnen. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen. Dat doe ik vandaag met de Painting Pad van de MAC. En dit is de kleur Let Me Pop. Vervolgens ga ik aan de gang met mijn oogschaduwpalet van Catrice. Dit is de Smoky Eyes Palette en ik breng daarvan de bruine kleur aan in mijn crease. En vervolgens blend ik dat even uit met mijn blending kwast. En daarna breng ik wat van mijn Mineral Skin Finish in Dark van de MAC aan, ook over mijn crease. En dit is mijn Transition Color. Dan breng ik van de Sunrise Palette van Essence de peachachtige kleur aan met wat van de bruine kleur. En deze breng ik aan over mijn ooglid. En de fallout poeder ik even van mijn gezicht af. En dan is het tijd voor eyeliner. Ik gebruik de liquid eyeliner van Essence, zoals altijd. Is het tijd voor mijn wenkbrauwen. Ik gebruik hiervoor de Eyebrow Wax van Catrice. En deze breng ik aan over mijn wenkbrauwen om ze te shapen. En ik heb vandaag gekozen voor een wenkbrauwpoeder van Essence. Om het allemaal een beetje simpel en makkelijk te houden. Soms hou ik van dramatisch en vandaag ga ik voor lekker naturel. Dus ik shape mijn wenkbrauwen gewoon in hun natuurlijke richting. En ik kleur ze een beetje in en that's it. Om de onderkant van mijn wenkbrauw een beetje te cleanen gebruik ik wat concealer. Hiermee zorg ik ervoor dat het er iets scherper en iets netter uitziet. En hiervoor kan je elke willekeurige concealer gebruiken. Nog even een noot tussendoor. Wenkbrauwen zijn zusjes. Ze zijn niet identiek, dus geen tweeling. Dus maak je vooral niet te druk als het niet altijd helemaal gelijk is. Dan is het tijd voor concealer. Ik gebruik vandaag de MAC Cover Ups in de kleur NC45. En deze breng ik aan onder mijn ogen, op mijn bovenlip, mijn kin en op mijn voorhoofd en op de brug van mijn neus. Vervolgens ga ik daar overheen met mijn highlight pen van de MAC in de kleur Light Boost. En alles blend ik even uit met mijn Beauty Blender. En je krijgt er lamme armen van. Girl, the struggle is real. Het is heel belangrijk om het allemaal goed te blenden, dus neem je tijd hiervoor. Dan is het tijd voor mijn setting powder. Ik gebruik de MAC
Color Correcting Powder in de kleur Banana. En hier, deze breng ik aan over de plekken die ik heb gehighlight en heb geconcealed. En vervolgens laat ik dit even lekker bakken en zometeen poeder ik het er weer af. Dan ga ik voor mijn gezicht een beetje contouren. Ik gebruik hiervoor de MAC Skin Finish in de kleur Dark en dit is van een matte kleur. En die breng ik aan met mijn contour brush. Ik contour ook even mijn neus hiermee. En ik voel mezelf vandaag best zo vrolijk, dus ik bied mijn excuses aan voor al mijn gekkigheid. But sometimes a girl needs to laugh, you know? A girl needs to be in a good mood. Yeah! Als blush gebruik ik de blush van The Rituals. Dit is de Peach Glow. En voor highlight gebruik ik de Makeup Box van Essence. En ik blend de bronzer met de highlighter. En deze breng ik aan op het hoogste punt van mijn wangen en op mijn neus en bovenlip. En voor mascara gebruik ik vandaag de mascara van Givenchy voor mijn bovenste wimpers. Voor mijn bottom lashes gebruik ik de Lash Mania van Essence. Zoals altijd, ik ben gek op deze mascara. It does the trick for me, so why use something else? I love it. En een bonus is, hij is maar 2 of 3 euro ongeveer. Dan is het tijd voor de lippen. Ik gebruik de kleur Heroin vandaag. Zowel het potlood als de lippenstift zijn van de naam Heroin van MAC. Het is een mooie paarse kleur. En ik lijn eerst mijn lippen. Ik kleur ze volledig in met het potlood. Dit zorgt ervoor dat het allemaal langer blijft zitten. En daarna ga ik daar overheen met de lippenstift. En dan als settingspray gebruik ik mijn MAC Fix Plus. En ik waai alles even droog. En dan is het tijd voor haar. Ik breng eerst wat Vatica Naturals cactusolie aan op mijn handen. En vervolgens maak ik mijn vlechtjes los. Then it's time to shake and fluff. En ik gebruik een kam met wijde tanden om mijn wortels een beetje omhoog te liften en wat meer volume te creëren. En ik gebruik wat Perfect Edges van Cream of Nature om mijn edges een beetje te temmen. Because they're out of control, girl. Dit is de achterkant. En als laatste breng ik wat Olive Oil Sheen Spray aan. Voor wat extra glans. Because girl, I love my hair. Looking healthy. Oh yeah. En dan is het klaar. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En ik hoop jullie gauw weer te zien in mijn volgende video. Doeg!